Gemeente Tilburg heeft besloten dat de botsauto's op de Reeshofse kermis dit jaar niet welkom zijn. Met deze beslissing hoopt de gemeente vervelende situaties op de kermis te voorkomen. De afgelopen jaren is er veel overlast geweest van grote groepen jeugd uit heel Tilburg. Nou, het is natuurlijk intimiderend gedrag. Hè. Er staan heel veel mensen omheen, hele grote groepen. Maar ook vernielingen, verbaal geweld. Nou, er gebeurt daar van alles. Daarvan hebben wij gezegd van dat moet gewoon een keer klaar zijn. We hebben de afgelopen jaren genoeg maatregelen genomen. Er staat 8 man beveiliging op voor 1 attractie. Nou, dat kost behoorlijk wat geld. Nou ja, je kan je voorstellen dat je dan op een gegeven moment wel een besluit gaat nemen. Het moet nu klaar zijn. Kermisbond De Bovak heeft gereageerd op dit besluit. Die zijn er niet blij mee en dat snap ik heel goed, dat is heel terecht. Die geven ook aan van, nou ja, dat is een attractie, dat hoort op een kermis. En eigenlijk ben ik het daar ook wel mee eens. Aan de andere kant, als je ziet wat ervoor moet gebeuren om die attractie daar te laten staan, dus de kosten die we daarvoor moeten maken, de overlast die het met zich meebrengt, ja, dan moet je op een gegeven moment gewoon een knoop gaan doorhakken. Moet je eigenlijk aangeven, dit kan zo niet verder. Ook dit jaar zal er gecontroleerd worden op de kermis, maar de verwachting is dat de overlast nu een stuk minder zal zijn. Nou, je ziet gewoon bij kermissen over het algemeen natuurlijk dat jongeren voornamelijk naar de botsauto's trekken. De andere attracties die er staan, die zullen minder aantrekkingskracht hebben. Het zijn misschien wat meer wat kinderattracties. Dus wij verwachten dat de jongeren dan ook wel weg zullen blijven.